was a famous trumpet man from old Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowin' reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van iedereen's favoriete geschiedenisshow, Geschiedenis. Met jouw gastheer, Aaron Wesseling. En vandaag gaan we het hebben over de grote, the big one, everybody knows him. Het is de Tweede Wereldoorlog. Pak je schrift, pak je shit, we gaan beginnen. Oh ja, by the way, ik was te lui om paragraaf 6.1 samen te vatten. Dus heb ik iemand gevraagd om het voor me te doen. Of nou, niet voor me te doen, maar ik heb het aan iemand gevraagd om het te sturen. Dus thanks. You know who you are. Oké, we beginnen meteen. Oké. Paragraaf 1, hoofdstuk 6, paragraaf 1 begint met de Republiek van Weimar. En de deelvraag hiervan is, waardoor raakte Duitsland na de Eerste Wereldoorlog in een grote economische crisis? Daar gaan we achter komen. Dus na de wapenstilstand van Versailles in 1918 heeft in 1919 bestond er een nieuwe republiek in Duitsland en is de keizer uit het land gekikt. En die republiek heette de Republiek van Weimar. De Republiek van Weimar duurde van 1919 tot 1933. Wat je weet wie daarna komt. Een kwart van alle oude militairen die in het leger vocht voor Duitsland, die joinde de Freikorpsen. Dat waren vrijwillige bewapende groepen, die soort van linkse tegenstanders van de staat tegenvochten. En Joden, want of course, tuurlijk vechten ze tegen Joden. Die fucking, you know how it is. De man met de snor hoorde hier ook bij. Ze deden dit om een soort van de spanning van de oorlog terug te krijgen, want die misten ze voor een van de redenen. Ik begrijp niet waarom je dit zou missen, maar hey, your loss, I guess. Hiermee komt ook een soort van de dolkstoot-legende, dat door deze linkse tegenstanders en dus Joden, soort van Duitsland de oorlog heeft verloren. En eigenlijk is dat niet zo, dat is helemaal niet waar, maar ze hebben iemand nodig om de blame op te zetten, dus waarom niet de Joden? Want dat doen we al eeuwenlang. Januari 1919 begint de communistische Spartacus-opstand in Berlijn. Ja, dat is gewoon een opstand. Ik weet niet of je dat waarschijnlijk. Het is gewoon een klein dingetje. Letterlijk het tegenovergestelde van de nazi's eigenlijk, want communisme en, je weet wel, fascisme. You know the drill. Nazi's bestaan dan nog niet, dus. De generaals gingen uiteindelijk liever met de Weimar-republiek dan de communisten. Want republiek is toch wel een beetje beter dan communisme, mensen. Keep that in mind. Dan komt in 1920 de Volksgangskap. Dat is een antidemocratische, hoe heet het, staatsgreep. De vrije korpsen doen de staatsgreep eigenlijk. De generaals hebben eigenlijk geen reactie vanwege hun oplossingen voor de republieksproblemen. Weet je wel, dus ze hebben geen oplossing. Want weet je, zij willen eigenlijk ook niet de republiek, want zij waren eigenlijk ook allemaal van de keizer. En nu de keizer weg is, kunnen ze nergens meer hun problemen meer zetten. Dit is heel saai, by the way. Het begin van het hoofdstuk is echt tering saai. Daarom heb ik het ook niet samengevat. Oké, na dat de generaals geen problemen
hun problemen niet kunnen komen in 1923. Dit gaat best wel snel, ja, want het is, nogmaals, het is best wel fucking saai. Fucking, dus de, door soort van de beurskracht krijgen de landen die hun herstelbetalingen willen, krijgen die niet. Dus Frankrijk wordt weer boos en bezet dus het Ruhrgebied, wat soort van een gebied is tussen Duitsland en Frankrijk. En totdat ze het geld krijgen, blijven ze daar lekker zitten. Goed zo, Frankrijk. Doe lekker je ding. En door dit geval gaat Duitsland heel veel geld drukken, want ze willen die herstelling betalen. Maar dit zorgt uiteindelijk voor inflatie, waardoor ze uiteindelijk... Je weet wel, je weet hoe inflatie werkt, domkop. Als je niet weet hoe inflatie werkt, ik ben niet hier een economie-student. Kijk naar mijn economiecijfer. Mooi cijfer hoor, mooi. In 1923 komt het Downs-plan. Okay, Downs-plan is dus, de VS geeft Duitsland leningen om de herstelbetalingen weer te, you know, om ze weer te betalen, snap je? En dus de economie weer een beetje op gang te krijgen, want uiteindelijk is iedereen gewoon teringrijk. Vergeleken met 1919, maar niet vergeleken met... Het is heel ingewikkeld, oké. Okay? Het is inflatie, economie, weet je wel, dat soort shit. Ik ben daar niet zo goed in. En dus hebben ze uiteindelijk de leningen betaald en trekt Frankrijk weer uit het Ruhrgebied. Wat fijn is, doei Fransen. Met je stank. Nee, fucking hell. Racistisch zijn, daar houden we van. Oké, okay, dus daarna wordt von Hindenburg wordt dan president van de Republiek. Dan investeren Amerikaanse bedrijven in Duitsland. En in 1926 wordt Duitsland lid van de Volkenbond. De Volkenbond was een soort van opgericht om te zorgen dat er nooit meer een oorlog kwam. Zoals de Eerste Wereldoorlog. Maar zoals je misschien al weet... Gaat dat niet werken, anders maakte ik deze video niet. Uiteindelijk is Duitsland dus in 1929 financieel oké. Okay. Wat cool is. Er staat letterlijk 1929 Duitsland financieel oké. Okay. Cool, dat is vet. Betere samenvatting dan ik. Dankjewel, je weet wie je bent. Polk. Nu gaan we verder naar 6.2... En dat begint met het fascisme in Italië. Here we go. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Italië is ontevreden over dat ze geen land krijgen na de Eerste Wereldoorlog. Want dat is eigenlijk waarom ze meededen. Ze wilden gewoon een groter... Nou ja, in ieder geval, ze wilden een stukje van Oostenrijk-Hongarije krijgen. Maar dat kregen ze uiteindelijk niet. Zo zielig. Boehoehoe. We gaan nu fascisme worden. Italiano. Dus Italië is best wel ontevreden. En Mussolini, je kent hem misschien van dat hij ooit is niet goed spaghetti kan zeggen tijdens een speech. Hij gebruikt dit dus om soort van aan de macht te grijpen. Want in 1919 en in 1921 komt hij met fascismo. A.k.a. het fascisme. Hiermee verheerlijkt hij eigenlijk het oude Rome. Een soort van dat de Italianen weer zo groot kunnen zijn als het Romeinse Rijk ooit was. Het uiteindelijk nooit zijn geworden, maar hij beloofde dit wel. Als elke goede dictator zou zijn. Hij organiseert dus in 1921 organiseert hij allemaal stakingen met gasten in zwarte uniformen. En dit heeft Hitler eigenlijk een beetje genakt met zijn SS. Maar Mussolini begon hier eigenlijk mee. Met de stakingen en dat soort shit. En hier in 1921 marcheert hij naar Rome met zijn boys. Nu het fascisme in Duitsland. Hitler ziet eigenlijk Mussolini en denkt van holy shit, dit wil ik ook doen, dit is fucking gaaf. En doet dus eigenlijk ongeveer hetzelfde wat Mussolini deed. Na Mussolini's staatgreep denkt Hitler dat hij het ook kan in 1923. Dat mislukt en hij wordt opgepakt. En terwijl hij dus in de gevangenis zit, heeft hij... Trouwens, dit was niet echt een gevangenis. Het was meer een soort van hotel. Het was eigenlijk best wel luxe
het was niet zoals je normaal denkt, zo hoe gevangenis eruit ziet. Het zijn een soort van Nederlandse gevangenis. Hij schrijft daar in de gevangenis zijn boek Mein Kampf, wat betekent mijn strijd. Maar uiteindelijk in 1933 pakt hij pas echt de macht. Dus ja, doei doei Weimar Republiek. Was allemaal voor niks nodig. Allemaal niks. Goddamn, we gaan snel. Wat nu komt, waar jij op gewacht hebt, de Tweede Wereldoorlog. I don't want to set the world on fire. Paragraaf 6.3. Put on the screen. Het begin van de oorlog. Hitler valt in 1936 het Rijnland binnen. Wat een soort van eigenlijk van Frankrijk was. Maar ja, fuck de Fransen. Ik ook. Fuck de Fransen. Fuck you, Frans. En daarna in 1938 de Anschluss. Dat is dat Hitler soort van Oostenrijk pakt en Tsjechië. Want daar woonden heel veel Duitsers. En hij vond dat dat ook eigenlijk deel was van Duitsland. De Volkenbond denkt van, holy shit, deze makker is gestoord. Kom allemaal bij elkaar, want we willen geen oorlog, Hitler. Hitler, we willen geen oorlog. Denken de Galliëren. Hitler, we willen geen oorlog. Hitler, we willen geen oorlog. Dus komen ze bij elkaar in München in 1938. De appeasement-politiek werkt niet van Engeland en Frankrijk om de vrede te bewaren. Want zij wilden geen oorlog. Appeasement-politiek is een soort van eigenlijk zorg dat Hitler niet oorlog veroorzaakt. Maar dat is het enige wat die gast wil. En ik snap niet, ze doen teringdom in deze tijdperiode. Echt heel erg dom. Ik kan niet echt uitleggen hoe dom. Maar denk aan die gast die niet weet hoe diep een 6-foot hole is. Weet je wel, die gast. Here's your question. Spel red. Red? L-S-T-E-R. Alright, is that your final answer? My final answer. Alright. Na die zogenaamde appeasement politiek, pak Hitler gewoon lekker weer Tsjechië onder hun neus vandaan. En wat doen Frankrijk en Engeland? Nou, ze komen met al hun vliegtuigen en bombarderen heel Duitsland de grond in. En zo is de Tweede Wereldoorlog nooit gebeurd. Dankjewel voor het kijken, jongens. Natuurlijk niet, ze doen helemaal niks. Ze doen helemaal geen flikker. Ze laten Hitler doen wat ze willen. En dan uiteindelijk, na 3 jaar dat Hitler eigenlijk allemaal dingen pakt die niet van hem zijn, denken de Galliëren, oké, nu is het klaar, want Hitler valt Polen in op 1 september. Dus verklaren ze op 3 september de oorlog. Engeland en Frankrijk. Ze staan een beetje alleen voor, want Amerika heeft nogmaals gezegd van, hé, jongens, geen oorlog. We done. We ain't doing that anymore. There was one time. One time I used my shotgun on Jerry. I ain't used my shotgun on Jenny anymore. Zo klinken Amerikanen. De eerste oorlogsjaren gingen als volgt. Hitler maakte als eerst een pact met Stalin en dat heet het Molotov-Ribbentrop-pact. In 1939. En dat was eigenlijk omdat Hitler best wel fucking bang was voor Stalin. En dat moest ook, want je weet de vorige video nog. Ja, geen leuke kerel. Dit is nogal raar, want zoals ik al gezegd heb, fascisme en communisme, het is letterlijk het tegenovergestelde. Dan komt de Blitzkrieg. En de Blitzkrieg is eigenlijk zo van dit. Dit is hoe Blitzkrieg eruit ziet. Ik vond het heel grappig om dit even te laten zien. Want het is soort van, Blitzkrieg gaat soort van als volgt. Je zorgt ervoor dat je heel veel vluchtelingen stuurt naar de landen om ze te vertragen. En Engeland was er nog niet, dus Frankrijk ging meteen naar de grenzen toe. Maar ze lieten de Alpen. Was het de Alpen? Hoe heette dat gebied nou? Kut. Nee, nu, dit moet ik echt opzoeken. Dit is verkeerd. Ze gingen dus door een natuurgebied heen met tanks. In 6 weken bereikten ze Parijs. En dat hebben ze. En eigenlijk wat von Schlieffen wilde doen in de Eerste Wereldoorlog, heeft Hitler nu gedaan in 6 weken. Dat is best wel cool. Dus, Frankrijk is eigenlijk out of the picture. Ze hebben
alle Britse troepen eigenlijk soort van vastgezet bij Duinkerke. Anyway, de Battle of Britain begint dan in 1940. Trouwens, de Blitzkrieg was ook in 1940. Maar de Battle of Britain begint dan in 1940 als hij heel Frankrijk in heeft genomen. Maar die verliest hij, want de RAF is tering goed. Hij kan gewoon niet met zijn Luftwaffe kan hij gewoon Engeland pakken. Wel bombardeert hij alle steden, wat ervoor zorgt dat Engeland helemaal in puin zit, maar hij verliest het toch, want hij heeft niet de mankracht om soort van Engeland aan te vallen. Dus dat is een soort van stalemate. Dan komt misschien wel de domste fout die Hitler heeft gemaakt. Iedereen weet hem. Hij valt Stalingen. Bro, the cards were lined up and you fucked it. Ik weet niet hoe, wat er in zijn hoofd zat, maar hij dacht van, hey, luister, I'm feeling kinda horny right now, I'm a fuck Russia. Misschien wel het domste fout ooit, maar operatie Barbarossa begint niet in de winter, wat iedereen denkt van, oh joh, ze vallen Rusland aan in de winter. Nee, ze werden gestopt in de winter. En die verliest hij dit is in 1941. Trouwens, dit moet je ook weten. Mussolini, Hitler en Hirioto, dat zijn soort van vriendjes met elkaar. Oh ja, en Stalin dan in 1939. Maar ja, dat verandert snel. In ieder geval, zij zijn allemaal vriendjes met elkaar. En Japan en Hirioto hoort het dus bij Japan, dat is de keizer. En Japan denkt, ja, we zijn best wel... Kijk, dit is China. We hebben die verkracht, letterlijk. Even kijken wat we met Amerika kunnen doen. Want Amerika heeft heel veel eilandjes in de Pacifische Oceaan. En die wil ik eigenlijk ook hebben. Dus wat doen ze? Ze bombarderen Pearl Harbor, wat soort van een hele grote marinebasis is van Amerika. Om te zorgen dat eigenlijk al hun schepen kapot zijn, zodat ze makkelijk die eilandjes kunnen pakken. Alleen dit mislukt een beetje, want ze bombarderen maar eigenlijk de helft. Dus Amerika heeft nog steeds een stabiele marine tegenover de slappe, vieze, maagdelijke marine van Japan. Dit is ook heel dom, want dit was ook in 1941, het jaar van slechte keuzes. Want nu hoort Amerika ook bij de geallieerden. Nu komt een soort van waar de Tweede Wereldoorlog eigenlijk het meest bekend op staat. En eigenlijk als dit niet gebeurd was, denk ik ook niet dat de Tweede Wereldoorlog zo impactvol zou zijn als hij nu is. Namelijk de Holocaust. De Holocaust is dus een georganiseerde genocide. En dus de nazi's doden 6 miljoen Joden, Zigeuners, homo's, donkere mensen, etc. Gewoon iedereen die niet puur wit is, eigenlijk. Of en mensen die tegen ze zijn, duidelijk. Maar, you know. De SS doet dit. De SS was eigenlijk een soort van de hogere soldaten van Hitler. Je hebt natuurlijk de Wehrmacht, wat gewoon het leger was. Maar je had ook de SS en die hadden van die... Ik zeg eerlijk... Als je eruit wil zien als de slechterik, moet je er vooral zo kleden. Met letterlijk doodshoofden op je. Goed. Anyway, dan heb je ook nog Auschwitz en daar sterven 1,1 miljoen mensen. Dus nu komen een soort van... Ja, ik weet dat ik nogal snel ga door de oorlog heen. Dit is hoe de geschiedenisleraar dit uit heeft gelegd. Dit is gewoon alles wat hij opgeschreven heeft op het bord. Ik heb niet zelf een samenvatting gemaakt. Ik heb gewoon overgeschreven wat hij heeft op het bord. Dus als je meer wil weten, kijk dan gewoon wat andere video's. Want dit is gewoon wat ik heb. Oké, nu komen wat keerpunten in de oorlog. Namelijk, we hebben de Slag van Stalingrad. Dat begint op 2 februari 1933. En dat is overwonnen door het Rode Leger. Maar overwonnen kan je het niet echt noemen, want ten eerste, het Rode Leger had meer mannen dan Duitsland letterlijk kogels had in die slag. En over het algemeen zijn er fucking veel mensen doodgegaan.
Dus je kan het een overwinning noemen, maar ik noem het meer een soort van... Ja, we hebben meer mannen dan jij, dus we hebben overwonnen. Daarna valt natuurlijk Berlijn in 1945. De geallieerde landen vanaf Afrika vallen op Sicilië. Dat is op 7 oktober of augustus, ik weet niet, 1943. Dit is uiteindelijk ook een soort van overshadowed door D-Day, wat natuurlijk gebeurt op 6 juni. Dat is gisteren, by the way. 6 juni 1944. Dan is een hele grote aanval van alle geallieerden. Die landen dan op Normandië. Bla 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 bla. Het is best wel interessant. Sowieso kan ik dit niet allemaal samenvatten. Het is gewoon best wel een grote oorlog, jongens. Daarom heet het nog een wereldoorlog. Daarna verslaat de VS Japan bij Midway. Of nee, dat is voor. Midway is een slechte film, kijk hem niet. Dat is op 7 juni 1942. En daarna is de Japanse vloot eigenlijk een beetje kapot. Dus dan kunnen ze heel makkelijk alle eilandjes innemen. Wat heel goed is. Daarna uiteindelijk, als Hitler zichzelf al heeft gedaan en Berlijn al gevallen is, gooit de VS twee bommen op Nagasaki en Hiroshima. En dan moet Japan toch overgeven. Want als je een stad in 2 seconden kan platleggen, dan heb je een groot probleem. Laatste, dat is paragraaf 6.4. Paragraaf 6.4 gaat over de Duitse inval in Nederland en dat soort dingen. Dus de oorlog in Nederland eigenlijk. En hoe die verliep. In onze kazerne, daar loopt een soldaat. Sta mij op appel, dan komt hij steeds te laat. Vandaag heeft hij spit, morgen pijn in zijn knie. Het is Ferdinand, de kruisje van de stafcompagnie. Dus uit eerst komt de inval, dat is op 10 mei 1940, is best wel een belangrijke datum. En dan breekt Hitler de neutraliteit van ons en valt gewoon in met zijn soldaatjes. En dan staan we allemaal klaar in onze loopgraven bij de grens, maar Hitler vliegt er gewoon overheen. Dus ja, weet je, we hebben geen vliegtuig, we hebben geen tanks, we hebben coole helmen door en we hebben fietsen en we hebben schaatsen, dus dat is vet, gaat echt helpen. Ga maar tegen een tank op je fiets. Ga maar, doei. Dan krijg je op 14 mei, 4 dagen na de inval, bombardeert, terwijl er vredesbesprekingen aan de gang zijn, bombardeert Hitler Rotterdam, totdat er letterlijk niks meer over is van die stad, behalve 1 kerk. Ja, en daarna op 15 mei capituleert generaal Winkelman en dan vlucht het hele koningshuis en belangrijke ministers naar Engeland, waar ze de rest van de oorlog blijven. Uiteindelijk is de eerste jaar van bezetting best wel rustig, want Duitsers hebben hier niet veel te zoeken. En uiteindelijk in 1941 komt de NSB aan de macht en alle andere politieke partijen zijn weg. Dankjewel voor het verwijderen van de feestpartij. Nu krijg je de Nationale Socialistische Beweging, a.k.a. de NSB. De leider is Anton Mussert. Mooi gast. Je hebt 3 begrippen. Je hebt verzet, accommodatie en collaboratie. Dit is best wel belangrijk, dus let even op. Want ik weet dat je in slaap bent gevallen toen ik het ging hebben over fucking Stalingrad. Dus je hebt verzet. Verzet is dat je actief bezig bent tegen de nazi's. Dingen saboteert en you know the drill. Je hebt 13 in de oorlog gekeken, lieg niet tegen me. Daarna heb je accommodatie. Accommodatie is dat je eigenlijk vrij rustig niks doet. Dus je probeert gewoon te overleven, oké? Okay? Je doet geen links of je doet geen rechts, you know. Daarna heb je collaboratie. En collaboratie is dat je actief meedoet met de nazi's, soort van. Dus dat je bij de NSB hoort en dat je, you know, op Joden spuugt en dat je fucking, weet ik veel, wienerschnitzels eet of zo, you know. En dus de NSB was aan het collaboreren met de Duitse bezetter en delen ook een antisemitistische en antidemocratische gedachte. Dan hebben we als laatste deel, ja, de Nederlandse bevolking tijdens de verzetting. Dus de meeste mensen kiezen dus voor de accommodatie. Maar daarna krijg je nog een februari-staking. Dat is in 1941 in februari in Amsterdam. Gotta represent.
En tegen dus de jodenbevolking. Dit was openbaar. En dit was ook een reactie op de eerste razzia's. En een razzia is dus, je gaat zo'n jodenwijk in met fucking veel soldaten. Je schopt zo'n deur open, je haalt iedereen weg. Misschien schiet je wat kinderen dood, misschien verkracht je wat vrouwen. It's up to you, man. En dan, ja, dan voer je ze weg naar Westerbork. Uiteindelijk krijg je wel een verzet, maar dit was veel later. Het verzet begon eigenlijk pas rond 1942, 41. Want dan zijn mensen ze echt zat. En dit zijn ongeveer 2500 mensen, wat niet veel klinkt, wat het ook niet is. De meeste mensen waren gewoon nietsdoeners, waar ik ze ook niet kwalijk kan nemen. Want, come on. Heinrich ziet er best wel eng uit in deze foto. hoe verzet je jezelf dan? Nou, ga ik nu even uitleggen. Je print kranten zoals Het Parool, De Telegraaf. Je saboteert, weet ik veel, als je wat leukere dingen wil doen, namelijk, weet ik veel, spoorweg opblazen of wapenkratten krijgen van de Engelsen. Dan, ja, dan doe je dat en dan schiet je wat nazi's lekker ofzo. De Holocaust werd in Nederland uiteindelijk efficiënt uitgevoerd door de nazi's. 65% van de 160.000 Joodse Nederlanders wordt uiteindelijk vermoord. Dit is het laatste wat ik opgeschreven heb. En daar wil ik het ook eigenlijk bij houden. Want uiteindelijk is de Tweede Wereldoorlog, zowel in de wereld als in Nederland, de meest grote oorlog die we ooit hebben gehad. En daarom moeten we ook allemaal over nadenken. En gewoon aardig tegen elkaar zijn. Want denk even over na als je gewoon debiel doet. En, you know, denk om elkaar. Dat soort dingen. Wees aardig. En de groeten zijn je moeder. Peace.